Goedemorgen allemaal. You just give me a... Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. En we beginnen de... En we beginnen de week lekker met een stukje taart. Wilt iemand nog meer? Nee, dat niet. Jij, zie? Nee, je hebt al genoeg op. Ja, dat die handen daar weer uit is, die heb ik gegeven. Nou, lekker koffietje, zo. Lekker hoor. Ja, ik ga een heel klein stukje nemen. Ik vind taart zo lekker. Doe je nou wat kevers, joh? Kijk, dit ga ik gewoon nemen. Gewoon één reepje. Oh ja, het is een soort van een hele dunne, lange reep. Hallo, 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 hallo. Volgens mij heb ik echt niet goed de weekvlog geopend vandaag. Maar welkom bij deze nieuwe weekvlog in ieder geval. Ik heb echt het gevoel dat mijn haar meer volume krijgt en echt dikker is. Sinds ik Silk Solutions dus gebruik. Super blij mee. Ik was net even bij de boekhouder. In ieder geval waarschijnlijk mijn nieuwe boekhouder. Ik had een afspraak met boekhouder. Boekhouder, boekhouder, boekhouder. Nou, super chill in ieder geval. Echt heel dicht. Onderhoek van mijn huis. Dus daar ben ik echt vet blij mee. En ik hoop ja, dat het helemaal goed komt. Maar ja, als het aan mij ligt, ga ik daar gewoon in. Als het aan hun ligt ook. Maar ik ben in ieder geval nu lekker aan het editen en aan het werk. Dus ja, lekker bezig. Vanochtend was ik dus even op kantoor. Een ochtendje gewerkt. En nu thuis lekker verder. Maar ik ga denk ik even koffietje zetten. Ik heb zin in een café. Oké, het is inmiddels alweer 5:15. Ik ben zo confused elke keer door die... klok, want het is nu dan alweer 6:30, maar voor mijn gevoel is het echt zo niet 6:30. Het is echt 6:30, maar het komt ook omdat het nog heel erg licht is. Dus mijn hele hoofd is een soort confused. Maar ik ga nu lekker een mukbang opnemen, echt. Oh my god. Het ziet er zo lekker uit. Tacos van de salsa shop. Dus ja, en hier ga ik dus allemaal vragen beantwoorden over mijn werk, over influencer live, over leven in Amsterdam. Dus... heel erg leuk. Ik kreeg echt mega veel van jullie vragen binnen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk om te beantwoorden dan natuurlijk. Dus ja, wil je checken? Check YouTube. Dan even iets superleuks tussendoors. Want ik heb weer een pakketje ontvangen van de Fave. Look fantastic! Oh, Look Fantastic pakketjes zijn echt mijn favoriet. Ik heb een langdurige samenwerking met Look Fantastic, zoals jullie wellicht wel doorhebben. Ik heb een doorlopende kortingscode, SARAVOF. Dus dat geef je altijd vele, vele kortingen. Ik gebruik hem zelf ook heel vaak. Vriendinnen, mijn huisgenoot. Ik heb alle soorten merken make-up. Heel breed assortiment. En nu is er door Pasen tot wel 40% korting. En met mijn kortingscode SARAVOLF krijg je dus 11% extra korting bovenop de Easter sale. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb. Want ik heb weer allemaal leuke dingetjes. Oh my god, hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik doe natuurlijk heel vaak de Heatless Curls. Dit heb ik net snel even met steltang gekruld. Maar ik zag dus dat Look Fantastic de Heatless Curler tool had. Dus... wat je dan dus in je haar doet. En dan krul je het hier eromheen. En dan kan je het dus met deze touwtjes weer vastmaken. Dus echt een life hack. Waarschijnlijk mijn nieuwe Holy Grail. Trouwens, alle links staan altijd in de beschrijving. Hetzelfde en uitsmeren vind ik zo'n handschoen. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik vind het soms niet helemaal mooi. Dus heb ik hier van Bondi Sands een body brush. En ik denk dus dat het met een kwast... wat mooier en eleganter. Ik zag het en hij is, oh, hij is heel zacht. Gaat super soepel over je huid. Dan heb ik even een mini hairspray. Want hairspray is gewoon my life. En ik ga veel op vakanties, weekendjes weg en dat allemaal. Dus dacht ik handig even een mini hairspray. Dan heb ik van de Elizabeth Arden 8 Hour Cream de lipstift. Maar dit is dus een verzorgende lipstift. Ja, ik heb nu net lipgloss op, dus ik ga het even niet opdoen. Maar dit is handig in je tasje, want ik heb hier op mijn nagelkastje de grote Elizabeth Arden 8 Hour Cream staan. En dit is echt mijn holy grail. Waarom zeg ik dat woord de hele tijd? Maar dat is gewoon echt... ja, ik gebruik het elke ochtend, elke avond. Maar deze is handig voor on the go. Dan heb ik hier de Yves Saint Laurent Volume Mascara. En dit is een primer. Dit is ook mijn holy grail. Holy grail is gewoon even... wat even de teken staat van deze dingen. Ik krijg
altijd de vraag. Hoe kom je aan die lange wimpers? Hoe blijf je wimpers zo gekruld? En heel veel vragen ook al naar als ik een Get Ready With Me film. Wat is dat roze wat je op je ogen smeert? Dat is dus een primer voordat je je mascara op doet. Dus je krult je wimpers, je doet de primer op, laat je het een paar minuutjes opdrogen en dan doe je mascara eroverheen. En dan heb je gewoon echt de mooiste langste wimpers ever. Dan heb ik van Bonnie Sands een self-tanning lotion. Ik ben helemaal fan van de lotion de laatste tijd. En deze was op, dus ik heb gewoon nieuw besteld. En dit kan je dan een beetje mengen met je body lotion. En dan als je uit de douche komt, doe ik dat gewoon altijd. En dan is het niet in één keer bam, heftig, heel erg self-tan. Maar gaat het gewoon langzamerhand, werk je het altijd een beetje bij. Dus dat vind ik heel chill als ik niet echt... Kijk, stel ik heb echt een event en dan wil ik echt gewoon bruin alles. Dan doe ik self-tan, maar dit doe ik gewoon een beetje door de loop van de tijd heen. Dan heb ik een nieuwe conditioner, want die was op van Grow Gorgeous. En dit is een thickening conditioner, dus... Ja, intens. Voor fully thicker, healthy, longer hair. En daarvan heb ik ook een haarserum. En deze was best wel duur. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Ja, dit moet je dus echt op je hoofdhuid doen. Na de douche. Dus ja, je moet het niet uitwassen. Dus ik ben heel erg benieuwd of mijn haar daar vettig van wordt. Dus ik ga het ook voor jullie allemaal uitproberen. Zodat jullie het niet hoeven te doen. En als het goed werkt, het kunnen kopen. Dan heb ik heel chill een nieuwe lip liner, een lip pencil, want ik ben laatst helemaal fan van lip liners. Ik heb twee van MAC. Dit is Subculture en we hebben weer even een nieuw kleurtje. Deze is net wat bruiner, die andere twee zijn net wat rossiger. Dan heb ik een luchtje voor Stan. Ja, ik ga hem gewoon even ruiken, want ik ben heel erg benieuwd. Ik dacht, ik ga gewoon even mijn schat verwennen, want dat verdient hij. Oh, heel lekker. Dit is echt een hele lekkere everyday parfum. Ik vind mannenparfum zo lekker. Echt het liefst spuis ik dat zelf op of spreek heel mijn bed ervan vol. Oh, dit is echt een hele lekkere everyday mannenparfum. Love it. En dan heb ik nog, heel lief, de beauty box gekregen van Look Fantastic. Look Fantastic heeft dus ook elke maand een beauty box. En daar zitten dan producten in. Dus dan krijg je voor een x-aantal bedrag... Een coconut water leave-in treatment. Een repair oil. Ook een leave-in treatment. Multitasking conditioner. Altijd chill. Ook een mini. Dus kan ik lekker meenemen op vakantie en zo. Oh, een volume spray. Leave-in volume mist. Met rose water. Nice. Dan twee maskertjes voor je haar. En een wet detangler. Dit is dus voor nat haar. Een wet brush. Oh, dat vind ik ook echt... Heel erg top. En hij is lekker mini. Dus dan kan je ook lekker meenemen. Chill. Nou ja, dus vergeet zeker niet mijn kortingscode Sarah Veldeft te gebruiken. Voor extra 11% korting bovenop alle sale. Veel shopplezier. En ik hou van jullie. Hallo, 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 hallo. Het is inmiddels alweer avond. 11:15. Ik heb heel de avond geëdit. En ik had natuurlijk mukbang opgenomen. Wat echt heerlijk was. Het was echt een super leuke mukbang. Dus ga ik echt vaker doen. Maar ik heb het echt heel erg koud. Dus ik ga even lekker warm kleding aandoen. Ik ga even kleding voor morgen klaarleggen. Heel klein beetje mijn kamer opruimen. Met een klein biesje een troepje. Maar ik ga lekker make-up afhalen en dan een maskertje op doen. Daar heb ik zin in. Ik heb zo lang geen maskers op gedaan. En ik heb tering veel maskers in mijn koelkast liggen. Kijk hoe mooi deze bloemen trouwens zijn geworden. Ik had gehaald op de Noordermarkt. 10 euro voor dit bosje. Ze zijn echt zo cute. I love it so much. Oh, deze kaars moet ik even vervangen. Sokjes in de wasmand. En dat even naar een masker. Kijk, ik heb hier allemaal maskers liggen. Laten we eentje van Starskin doen. Ik heb morgen een event en een première. Een filmpremière met Ron Loper. Met die film van Dylan Sprouse. En Dylan Sprouse is dus bij die fucking première. Ik ben zo excited en benieuwd. Dus mijn hoofd kan wel even lekker masker gebruiken. Dus dat ga ik lekker opdoen. Ik heb hier in de badkamer echt helemaal even mijn momentje gevonden. Om met jullie te kletsen. En even mijn make-up hier eraf te halen. En even helemaal de vibe. Morgen hebben we dus een drukke planning. We hebben eerst ga ik de hele dag werken. Dan hebben we dus een event van Lancôme. En dan hebben we een filmpremière met Rode Loper. Echt super veel zin in. Echt
excited. Ik ga me lekker klaarmaken hier thuis met Cecile. Dus ja, dat is echt heel leuk. Dat is echt zo leuk aan samenwonen. Dat je, we hebben hetzelfde werk. Dat we gewoon lekker samen kunnen klaarmaken voor events. En er samen heen kunnen en zo. I love that. Ja, lekker mijn make-up eraf. Best part of the day. Morgen willen Cecile en ik tijdens de pauze even naar de sauna. Want we hebben dus een sauna in onze sportschool. Dus we willen daar even langs. Dus ik ga morgen gewoon lekker joggingspakje aan. En knot op mijn kop. En UX aan. En gaan met die banaan. Ja, helemaal top. Lekker maskertje op. En dan ga ik nog even wat TikToks editen in bed. Ik heb heel veel TikToks gemaakt. Maar ik moet ze allemaal nog even editen. Ik blijf gewoon maar make-up afkomen. Heb ik altijd het gevoel. Vrijdag of woensdag ga ik naar mijn ouders. En dan ga ik gezellig weer een klein workshop doen met Maggie. Bij mijn moeder gaan we mokjes maken dus. In de avond gaan we gezellig bij mijn ouders eten met Maggie en Stan. En donderdag heb ik ook een event van Colorful Rebel. En dan ga ik heen met Isaduna. Vrijdag heb ik een feest van een PR agency die 5 jaar bestaan heeft in een hotel. Een mega groot PR feest. Dus alleen maar events en dingen en dit en dat. Maar ja, wel allemaal leuke dingen. Dus ik bedoel, hartstikke gezellig. Mag echt niet klagen. Ik ga lekker een maskertje opdoen. Van Starskin. Ik heb nog nooit de maskertjes van Starskin gebruikt volgens mij. Hoe lang moet dit op? Oh, 15 tot 20 minuutjes. Nou, perfecto. Oh, dit voelt zo lekker. Dan moet je dus dit laagje er nog afhalen. Top, dit gaan we nu even lekker laten zitten. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag, ik ga naar kantoor. Ik zie er echt niet uit. Ik ben ook moe. Dus doei. Cecile is even de wenkbrauw aan doen. Wacht even hoor. Ja, dan de eerste keer? Nee, ik kom altijd, maar het doet gewoon altijd pijn. Nou guys, ik ben thuis. Ik heb even lekker een salad. Want ja, even zonde. Maar nou moeten we stok in pak. Niet normaal. Dit is echt lekker. Ja, ik ben verbaasd. We hebben het zelf lekker gemaakt. Ja, want uit zo'n pak is echt niet best. Die van jou ruikt iets lekkerder. Ja, dat is voor jou eens proef, hè? Ik weet niet van jou is. Oh. Ik vind jou lekker hoor. Ja? En mijn pesto. Ja, allebei even lekker. Maar als het goed is, moet jij wel die jurk hebben van mij. Even kijken. Dit is een leuk. Ja. Sarah, her dress for the night. Heb jij zo'n stoning? Ja. Ik moet een vlek uit mijn jurk halen, maar ik ben dus helemaal spastisch, want ik had de jurk aan met kerst. Ik kijk op dat label en er staat er, je mag hem niet in de wasmachine gooien. Oh. Dus ik moet hem eigenlijk naar de stomerij brengen. Die jurk was ook heel duur, hè? Ja. Ik had het dus zo in de was gegooid. Ik kijk er nooit 250 naar. €. Ik kijk daar nooit naar. Ja, dat deed ik ook nooit, tot ik een keer echt... Ja. Niet heel erg had opgefokt. Toen had ik gewoon hartepijn. Ik was echt gewoon als mijn favoriete trui. Ik kwam er gewoon uit als een baby truitje. Maar mijn moeder die deed ook altijd maar wat. Ja, mijn moeder is wel echt zo'n label kijken. Ja. Maar ja, hallo. Zat in, ja. Hoe laat is Isis hier? Ik denk over 3 kwartier. Nee. Welkom bij de make-up stash van Sarah en Siel. Vooral Sarah. Je hebt wel erbij gemeld. Oh, jongens, we hebben 20 minuten opgehaald. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Nee. Maar even naar beneden. Want die deur is kapot. Sarah is nu een beetje aan het halen. En ik hoorde de gewoon van de trap flikkeren. Ik denk, mag er niet langer. Ik ben nu al begonnen. Nee, ik, oh. Nou, ik, ja, wel. Oh. Ik zei dat ik hier van de trap hoorde flikkeren. Klopt dat? Hallo. Hallo. Hey. Oh, your favorite girl. Hoi allemaal, welkom terug.
met Maggie hier. Nee, de mijnen zijn echt klaarmaken. Voor die toets en dit en dit en dit. Yep, voor die Lancôme event. En ik blijf hier. En dan, we gaan naar die première van Beautiful Disaster. Ik ben echt benieuwd en zo blij, maar... As always, ik ben fucking wit op deze camera. Ja, maar dan moet je gewoon voor lief nemen. Oké, jongens, ik ben ready. Oh, onze taxi is er. Taxi Isis. Yo, die bel doet ik niet. Oké, guys, dit is mijn look. Sleek black dress. Green heels. Het zijn de enige heels die zeg maar dicht zijn. Ja? Ja, die ik heb. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Je benen zijn zo bruin. Ja, zelfs hem. Niet normaal. Zo. Zo. Nou, kijk mijn krullen. Wauw. Ja. Echt. New hairstylist. I'm your makeup artist and you're my hairstylist. Oh, work, oh, work. Ga je ook een blazer doen? Nee. Huh? Oh, I feel so sad leaving you here. Ja, maar echt. What a bitch. Kijk, iets is ook gezellig. We zijn aan het testen. Dit is de look. Hoeveel moest ik al in look? Kijk hoe vet. Zie, de sieraden. Nou jongens, we zijn op het Lancôme event. So pretty. Het is echt heel groot. Hier heb ik lekker een glaasje champagne. Kijk hoe mooi. Hoe doe je dat dan? Nou, in ieder geval. We zitten nu in de Uber naar de première. We hebben net Lancôme event gehad en dat was echt super kut, want we moesten heel snel weg. Ja. Dus we hadden echt, iedereen zat, er was letterlijk een meisje die daar werkte die zei, gaan ze nu al weg? Ja. Dus ze schaamden me echt dood. Ja. Maar het was ook niet alleen wij twee, het was ook gewoon 20 man. Nou ja, 20 mensen die nu allemaal naar die première gaan. Maar goed, kijk, zij werkt daar natuurlijk en ik had met die vrouw die het georganiseerde gemaild en die zei van het is oké. Ja. Dus op zich. Hey, zijn dit niet, en we zijn nu bij ons huis. We gaan nu toeteren. Niet, dit zijn niet Saar en... Ja, dit zijn ze, dit zijn ze. Ja, toeteren. Oké, ja, nee. Oh ja, dat kan niet. We gaan nu toeteren. We gaan er langs rijden. Kijk, hier rijden Saar en Merel. Of Sarah en Saar. Nee, Merel en Saar. Po. Ik ben met mijn schatjes. Hi, tot volgende week in de Nederland. We gaan naar première. Ja, we gaan nu. Maar wat zei die dan? Beautiful Disaster. Waar gaan we heen? Beautiful Disaster, toch? Maggie, wat is nou? Ja, Beautiful Disaster. En we gaan dus nu op de foto. Oh my god, help. Wat gaan we nou doen? We gaan het skippen. Oh. Ja, ik weet niet wat we gaan. Ik weet ook niet wat we gaan doen. Maar. Looks good. Wie is dit allemaal? Guys, we zijn eindelijk thuis. Het is echt 11 uur. Mijn voeten kunnen niet meer, mijn hakken echt. Bruh. Maar we hebben McDonald's. We gaan even een little middle McBangy. Mucky McBangy in de vlog. Wat een hel. En we hebben dit lekker warm hier. Dan hebben we dit huis nog niet opbedekt. Ons motor of noem je dat. Ja, maar je kamer is niet zo... Mijn kamer is oké. Okay. Maar je ziet, de kamer is echt één troep. Zou mijn voeten? Nee. Nee, maar ik ga ze nu eerst afspoelen. Wij hebben met onze blote poten op de straat gerend. Nee, pics. Nou, echt? Eeuw, gaat bro. Ja, we gaan nu doen, hè? Ik wil... Ja. Eeuw. Nee, ik wil niet kijken. Oh my god, I'm not gonna sit on your carpet. Nee. Late night craving. Back and better than ever. Hier. Oh, lekker frietjes. Ja, we zijn een beetje koud. Oh. Ja. Nou. Helemaal slap. Ja. Nou ja, boeien. Ik heb zo honger. Ja, oké, wat hebben we allemaal? Lekker spicy nuggets. Ja. Twee keer. Cheeseburgers. En dan spicy met nuggets. Ah! Die zijn de best. Met frietsaus. Oh, twee frietsausjes. Je mag mij dood maken.
Ga frietsaus met cheeseburger en frietsaus mes. Ja? Is er lekker met cheeseburger? Ja. Ik heb het nooit geprobeerd. Ja, dat moet je echt. Dat was echt mijn craving in corona. Ja? Ja, cheeseburger. Ik wilde... Kom maar ook in, hè? Oké, ik ga dan... Frietsaus met spicy cheesy... Dat is echt best. Spice. Ja, spicy cheesy. Spicy McNuggets. Oh, die zijn zo lekker crunch. Taste. Ja. Ik vind deze lekkerder met spicy nuggets. Met deze saus. Dan normaal. Ja. Lekker met dit. Maar. Wat zit in de saus? Het is zo special. Nou. Zo. I don't wanna know. Dit is een soort mayo, gewoon mayonaise, met mustard of zo. Ja. En herbs. Ja, maar iets anders. Ja. Oh. Onion. Deze zijn echt lekker. Ja. Oh, Cecile. Zitten ze te eten. Lekker meiden. Een klim nog uit? Eén, hey, tuurlijk. Oh god. Dat is wel spicy. Dat is oké. Okay. Sausje. Wat vonden jullie van de film? Ja, ik? Ik vind het wel lekker. Lekker? Ik vind het lekker, maar het is niet de weg. Ik vond wel grappig. Maar kijk, het is gewoon heel slecht. Maar ja. Ik vond het wel gewoon grappig. Ja. Same. Zeg maar, ik vond niet zo erg dat ik dacht van ik moet hier weg of zo. Nee. Maar het gaat ook heel goed over die voorraad. Ja. Zo goed. Ook lekker dubbel dip. Wow. Dubbel, zo en zo. Ja. Ja. Hé. Hey. Ik word gebeld. Stan. Hé, hey, schat. Je bent met Maggie, hè? Hé, hey, schat. Ben je met Maggie? Nee, Maggie blijft hier slapen. Oh. Maar ik ga slapen, ja. Ja, is goed. Morgen, dan wat ga je ook weer doen? Die workshop. Oh ja, en dan ik merk je ook bij jou. Ja? Ik merk je ook bij jou. Ja. Gezellig. Dan ja. Ik ga morgen zwaar naar jou toe. Ja, is helemaal goed, schat. Ja, veel plezier. Of slaap lekker af. Ja. En hoop ik dat ik het leuk had. Ja. Love you, tot morgen. Slaap lekker. Doei. 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 Ah, nou. Ik wil dit proberen met... Ja. Ah. Toch wel spicy, hè? Ja. Dit. Oh, what the hell is the focus? Ja. Oké, okay. Dan moet je bijten en dan dippen. Ja, okay. Dit werkt niet. Je moet een vier zaak gaan. Ja, we zijn hier even McDonald's aan het eten, hoor. Oh. Ja, hier ga ik. We moeten even via jou. Ja. Hallo. Hey. Oh ja, je... Lekker? Oh, dit is een good dip. Ja. Ja, zoveel beter dan die spicy cheeseburger. Ja, 100%. Lekker? De spicy was veel te spicy. Ja. Ook voor mij, hè? Ik hou van spicy ja. Dingetjes. Spicy mayo is echt heel leven, maar... Dit had ik echt nodig. Ja, ik heb zoveel honger. Ik heb ook dorst. Ja. Zin in een colaatje. Jammer. Wel Fanta. Ew. Weet ik veel. Jij vindt Fanta lekker, niet cola? Nee. Oh, ik dacht al. Fanta is echt de worst. Ja? Ja, ik hou sowieso niet van frisdrank. Dan. How was jouw avond? Ja. Wat heb jij gedaan? Inderdaad, heb je ook zo'n leuke avond als ons gehad? Ja. Ah. Ik zoek nog heel veel mijn sleutel, hoor. Die kamer, zie. Ja. Het lijkt letterlijk alsof wij een professionele fysicist te zijn, hè? Ja. Weet je hoe ziekelijk veel make-up zie, is? Your keys are on the floor. In the hallway. Inside. Oh? Ja, binnen. Heb ik zoveel haast gehad, hè? Oh. Voilà. Voilà. Ik ga even een watertje atten. Ook deze.
Ik heb de deur niet meer. Oh, wil jij de laatste keer nu nog? Ja. Ik heb niet meer. Ik heb ook nog plaatsen willen. Nee. Oh. Ja, leven is niet leeg. Ja. Oké, okay, dit is goed, hè? Ik ga even passen aan de olie over maken. Better catch another flight. That one on me. I need to drink something. Ja, dan een koek van Italian dinner. We gaan nu weer lekker een workshop volgen bij mijn moeder. Kijk, hoe cute. We gaan dus mokjes kleien. Hoe gezellig. Ja. Jongens, dit is toch niet normaal? Kijk hoe cute dit wordt. Hier heb ik mijn mokjes. En dan een bordje erbij. Hier zijn Maggie de cute Max. Oh, zo leuk, kijk dan. Leuk. Follow the workshop, link in bio. Nou jongens, echt te cute. I love it so much. Wauw. Goedemorgen man, het is vandaag donderdag. Gisteren was echt een hele leuke dag. Super gezellig bij mijn ouders thuis. Lekker de workshop gevolgd, bij mijn ouders gegeten. Met de standpunt nog. Die is hier nu ook helemaal leuk. Even snel mijn tanden poetsen en dan ga ik naar het kantoor. Het was weer een drukke dag voor de boeg. Ja, is goed. En nu met Floortje. She's back. Woo! En we gaan dus nu een Too Good To Go ophalen bij Pulitzer Hotel. Dus moest je ook je eigen bakjes en zo meenemen, maar dat hebben we natuurlijk weer niet. Dus we hebben nu een koek te gevonden. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Nou, we moeten even kijken waar het is, maar volgens mij is het wel dichtbij. Oh, het is echt best wel lekker weer. Nou, wat goed. Nou, eens even kijken wat Cecile hier nou weer heeft hoor. We hebben ook een taart van zonnebrillen.com. Zonnebrillen.com, shoutout naar zonnebrillen.com. Waarvoor is dit? Lekker, we hebben ook Ster. Ster is jarig. Mm-hmm. En die heeft cupcakes meegenomen met ziet het er niet heerlijk uit? Is dat niet lekker? Daar is Laila en Olly. Hi. Hi! Gaat dit goed? Ja. Kijk, en daar is Saar. Saar is heel hard aan het werken, Saar. Kijk, wat een planning die vrouw heeft. Ja. Dat is toch niet normaal, jongens? Helemaal. Oh, kijk er nou zitten. Ja, Cecile heeft gesproken. Doei. Daar is Olly. Olly moet zo naar de tandarts. Dat is... En ik ook, als ik zo doorgaan met alle cupcakes eten. Ja, Cecile heeft heel veel cupcakes gegeten. Lekker. Massages. Oh, Ster is ondertussen Laila lekker aan masseren. Kijk. Ik zit haar rugje aan het... Wie heeft voor het laatst koffie gemaakt? Ster. Sterre, de ding moet je eruit halen. Anders wordt Merel boos. En dan doe je zo. Oh ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Kijk hoe lekker ze dat vindt. Hij heeft er ook een handje van dat te vergeten. Hallo, dat is één keer gebeurd. Nou, zoals jullie horen is het echt super gezellig hier. Doei! Is je nu aan het filmen? Hallo allemaal. Oké, ja, jullie zijn natuurlijk iemand anders gewend. Maar, ik heb natuurlijk een hond, zoals jullie weten. Dat is deze kleine Drolly. Kijk eens! En nu heeft Saar iets heel leuks gekregen. Wat voor honden is. En dat heeft ze dus... voor mij uitgezocht, of eigenlijk dus voor Laila. Dus ik ga het nu openmaken. Ik ben heel benieuwd. Het is echt een hele grote doos. Laila, dit is voor jou. Kijk, dit is de doos. Oh my god, Laila! Oh wow. Edgar Cooper is het. Feed them feel good. Nou, we gaan dit even openmaken. Oh my god. Dit is echt een dog's dream gewoon. Kijk dit. Holy fuck, Laila, je beseft niet wat jij hebt gekregen. Dat besef jij niet. Oh, je staartje gaat wel kwispelen. Kijk nou. Oh my god. Nee, Saar, dit is niet normaal. Nee? Kijk, één keer. Maar ik moet wacht, ja, Saar haast. Nou Laila, je moet maar blij zijn met zo'n huisgenoot, hè? Kijken wat er allemaal in zit. We hebben hier paté, denk ik. Met lam en beef. Nou, ik zie er al kijken. Dan hebben we nog, denk ik, meerdere soorten smaken. En dit is organic. Ik moet dit gaan halen.
Zo! Heel mooi. Wat leuk! Kijk hoe leuk! Oh. En dit. Ik ben gemaakt van Sri Lankaanse kokosvezels en bezorg je uren speelplezier. Kom maar op. Nou, wat leuk allemaal. Leili, we gaan beginnen met een speeltje. Dat is leuk. Ik moet even het papiertje eraf halen wel. Wacht, dat ga ik nu heel even doen. Nou, dank jullie wel. Dit is super leuk. En Sarah die gaat nu naar Color for Rebel event. En daarna gaat ze uit eten bij mijn vriend's restaurant. Of daar werkt hij. Dus ze is zich nu heel snel aan het klaarmaken, maar ze heeft heel veel haast. Trekt het allemaal niet meer. Deze week is echt chaos. Ja, deze week is echt heel chaos. Voor ons allemaal eigenlijk. Ik heb me heel snel klaargemaakt. Ik ga nu. Doei. Nou, ik ben lekker uit eten geweest. Ja, ik ben soms zo random. Hij ook echt herkennen van me. Wat doe jij? Dan zegt iemand zo, yo, wat aan het bellen. Ik zo, yo. Hij zegt, yo. Nou ja, maakt niet uit. Maar we hebben net lekker gegeten. Ja. Lekker pizzatje. Ja. Morgen weer pizza. Ja. Nou, misschien gaan we wel iets anders bestellen. We kijken wel. Het is zo raar, want we hebben dus net gegeten. Het is gewoon 8 uur. Nou, het is 8:30 bijna. Het is nog licht. En het is gewoon nog lekker licht. Het is toch top? Goedjes. Waar moeten we heen? Ja, we moeten hier alleen maar rechtdoor. Ik weet nu gewoon al niet meer. Nee? Meid, en jij woont hier nog langer dan ik. Snel. Ik Isa heeft spierpijn. Zo spierpijn? Dat is niet normaal. Maar we waren dus bij de pop-up store van Color for Rebel. Nou, dat was wel even gezellig, maar... Jezus, ben je altijd niet scherp? Of ben ik blind? Ja, hij is nu scherp. Oh. Dat was wel even gezellig, maar... Nou, we waren er een half uurtje of zo en toen gingen we lekker eten, dus... Bij de pizzakamer. Dus de vriend van Cecile, die werkt daar. Dat was lekker, heel lekker. Lekker pizza. Ja, absoluut. Nou, we kunnen wel. Oh. Iedereen is voorbij. Maar ik ga nu lekker naar huis. Ik moet een beetje editen. Lekker op tijd naar bed, want ik ben kapot. Zien we elkaar morgen weer? En zien we elkaar morgen weer. Nou, we zien elkaar 3 maanden niet. Maar ja, jij was altijd aan het reizen. Letterlijk. Ja, 2 dagen achter elkaar. Nou, oh, echt gisteren. Nee. Eergisteren. Ja, nou jongens, het is 9:15, ik ben thuis. Ik ben zo moe. Het is echt niet te begrijpen hoe fucking moe ik ben. Oh my god. Het is echt niet gezond. Mijn ogen vallen gewoon dicht. Ik wilde eigenlijk echt nog editen. Maar ik denk oprecht dat ik mijn make-up eraf ga halen en ga slapen. Zo moe ben ik. Mijn ogen zijn ook gewoon helemaal... Morgen heb ik weer een event in de avond. Echt, hoeveel events kan je hebben? Ik weet het ook niet. Dus ik ga het hebben. Doei. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik ben lekker uitgeslapen nog. Ik heb vanochtend even gesport en net even gedoucht. En ik ga nu nog even een paar uurtjes naar kantoor werken. Want ik heb superveel te doen, dus ik moet echt even aan de bak. Maar wel heel erg leuk. Dus ja, ik ga nu snel. Doei doei. Ik heb gewoon een chillpakje aan, by the way. Nou, ik heb me helemaal ready gemaakt. Look at this. We zijn op het kantoor met schatjes. Ja, heb ik een vlogstem? Ik ben helemaal ready gemaakt. Morgen, helemaal oké. Vandaag gaan we de hele dag too good to go eten. En we gaan beginnen bij dit hotel. Oh, dat hotel was zo kut. Oh, dat was zo kut. Ja, ze was gewoon aan het zweten. Ja. Als je daar bij betaalt, nou, ik zou echt weg hebben. Nou, we gaan even shampoo poppen. Ja, ja, ja. Hoezo niet? We kregen niet betaald of zo. Dat is waar. Nou, hij ligt hierachter. Ik heb hem even koud gedaan. Ja. Ga even shampoo poppen. Ik ruik helemaal naar speet. Oh, dat is wel lelijk hoor. Nee, dat zie je niet. Ik ging fietsen. Ik denk het wel. Nee, ik ging niet fietsen. Ja, het valt niet op hoor. Alleen nu je hebt het. Ja, jawel, doe maar. Ik kan het ook niet hoor. Doe het wel. Samen. Ja, samen. Sorry, middel. Oh, want we doen dit omdat Thomas zit een jaar bij ons. Ja, en hij heeft 300k. gehad. Love you, proud of you. Dank je. Komt het? Ja, we hebben hier. Ik heb het neergezet. Oh, okay. Nou, zou ik de bestelling in de gaten houden. Ik ben zo goed. Jongen, niet zeggen. Komt gewoon niet, maar. Enjoy. Lekker. Deze frietjes zijn niet normaal, jongens. Model wat zout. Dit heb ik gehold. Schat, doe jij even editen dan? Die. Ja! Oh, wat doe bij die ene van
van de Beverly Hills of Amsterdam Housewife? Kimmy Lee. Ja. Oh, jij Bob. Ja, waar is hij? Oh, sorry. Ah, nee, dat is vlog. Stop. God, we zijn niet zo echt zo gemeen. Welkom bij de Get Ready With Me. Oh, nee, zo oud ben ik niet. Nee, maar je zit te jong. Ja. Oh, mijn god. Oh, dat is heel lief, dankjewel. Ik had echt niet gehoeven, maar ik waardeer het heel erg. Oké, deze... We're drinking some vodka. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben al een beetje dronken, dus het is wel een soort van moeilijk om mezelf te get ready, hè? Maar het gaat helemaal goed komen. Ja. Ik ben geen vlogger hoor. Alleen bij Saar. Wacht, ik moet het wel aan het spiegeltje doen. Dus als je me naar de zijkant... We hebben net lekker gegeten van Bar Kaufman. Het is echt super lekker. Heb je allemaal falafel en halloumi fries. Maar ik hou niet heel erg van halloumi. Omdat ik een keer echt heel ziek ben geworden van halloumi. Als je dat niet bent, dan vind je het waarschijnlijk heel lekker. Het is heel lekker. Nou, ik ben al iets te lang. Merel appt mij nu. Dus Merel appt. Altijd even kijken. Kaufman, ja. Ik vroeg haar om 7 uur, hoe heet dat restaurant waar we voor laat halloumi had fries aan de gehaald? Zegt ze nu, Kaufman, maar we hebben het nu al letterlijk op, dus. Ik had dus gezien op internet dat dit de beste moisturizer was voor onder je make-up. Isaluna is ondertussen haar haren aan het doen, maar ik kan de camera niet draaien. Maar we gaan dus zo meteen, Saar heeft het waarschijnlijk altijd wel verteld, maar we gaan zo meteen naar een feest van... 5-jarig bestaan van Ant Agency. En dat is een agency waar wij wel veel mee samenwerken. Ze hebben echt volgens mij een heel hotel afgehuurd. Dichtbij Artus. Een hotel arena in Artus of zo. Bij Artus. En het duurt tot 2. Dus ik denk dat het wel echt een feestfeest is. Ja, mooi. Doe je anders even de verwarming laag. Ja, dan hebben ze allemaal al uit. Hoe laat jullie heen gaan? Meertje! Where is she? Is she on the FaceTime? Ja, hoe laat wij erheen willen gaan? Nou, Sophie, ik denk over een uurtje of zo. Oké, we gaan even klaar maken nu. Ja, is goed. Hallo! Wij gaan vanaf hier een Uberbusje nemen. Ik heb hem zo op de ding, zo op de standaard gezet. Vlak, oh. Wat is dit coole met al die dingetjes? Kijken. Is goed. Oh, ik zei iets in beeld staan, kijk. Dat we je daar mieten. Sarah is zo professioneel. Oké, is goed. Gaan we in de camera kijken. Oh ja, kut. Vlak takeover. Hebben we zin in vanavond? Over wat je vandaag gedaan hebt. Oh, vandaag. Dat is dan niet boeiend. Nou, vandaag had ik een leuke dag op stage. Wat heb ik gedaan? Ik heb niet gewerkt vandaag. Of vertel nee, hoe jullie elkaar ontmoet hebben, dat heb je al. Wat vinden jullie het allerleukste om samen te doen? Oh, wij zijn echt heel saai. Ja? Niet. In bed liggen en serie kijken. Maar dat is gewoon leuk. Ja, en ik denk wat heel leuk is, als we bijvoorbeeld op vakantie zijn, dan gaan we echt elke dag uit eten en lekker rode wijn drinken en lekker eten. Ja. Dus zeg maar nooit stil. Weet je wat ik altijd had in het begin van mijn relatie? Dat ik altijd dacht van, dan, bijvoorbeeld voordat wij naar Lissabon gingen, niet dat ik er geen zin in had, maar dat ik dacht, stel dat dan zit je daar de 4e dag en dan denk je echt, ik heb gewoon niks meer te zeggen. Terwijl we hadden echt elke avond... Het ging echt vlot voorbij. Het was echt zo klaar. Ja. Oh, wat leuk. We waren die laatste dag, toen was het van... We moeten van een fucking huisje toe. Maar hebben jullie broers en zussen allebei? Alleen ik. Jij bent enigste kind? Ja. Nou ja, mijn vader zegt wel dat er soms misschien nog iemand rond kan lopen uit een vorige huwelijk. Maar... Oké. Okay. Oh, ja. God. Ja. Maar mijn vader was echt... Volgens mij 1 of 2 keer getrouwd voor mijn moeder, waar ik echt pas 3 jaar geleden achter kwam. Oh ja. Maar niet omdat het een geheim was, maar gewoon meer omdat... Mijn vader is heel oud. Mijn vader wordt dit jaar 68. Wow, young soul, young at heart. Mijn moeder die was 22 toen ze mij kreeg. Echt? Ja. Wow. Maar mijn moeder heeft 5 kinderen. Ik ben de oudste. Oh, jij de jongste. Oh, ja. The youngest is always the wildest. Nou, dat was wel. Wacht, jij hebt 4 broers en zussen. Ja. Holy shit. Ja, dus ik was mijn hele leven met Call Momager. Ben ik nog steeds. Nee, ik was echt, ik soort... Heb je zin in vanavond? I can't wait. We're drinking vodka. You know, it's the thing that I talk English. I can't stop it. Is dit als je vodka drinkt, dan ga je Engels praten? No, because his friends, sometimes his best friend, her name is Rosa. She talks like this all the time, like Dutch and English at the same maar time. Maar ze is gewoon Nederland. Ja, maar wij... Wacht, nu moet ik het even voor ons opnemen. Want wij krijgen hier dus altijd haat over. Maar ik
heb een tweetalige middelbare school gedaan. Waar? Dus bij Laag Lyceum. In Amsterdam? Ja, bij Okura Hotel. Of tenminste gewoon daar in de buurt, niet daarin. Is dat die international school? Nee, daar hadden we anders geen geld voor. Nee, dit is gewoon een publieke school hoor. Maar we hadden gewoon tweetalig onderwijs. Dat goed. Dus we hebben alleen maar altijd Engels gepraat. En toen werd het gewoon... Maar de leukste memes vind ik ook Engels. Ik quote nooit een Nederlandse meme. Dus zeg maar, zo gaat het meer. Dat alle grappige dingen zijn gewoon Engels. Ja, ik ga niet elke dag Judeska quote of zo, dat is niet grappig. Nee, maar dat is ook niet grappig. Hè? Heb jij ook deze camera? Nou, kijk, het ding is dat Saar, die is dus een ultieme vlogger, dus die heeft gewoon een lade met 6 van deze camera's. Omdat het dus schijnt, dus dat zij neemt hem overal mee naartoe als een of andere goorlamp. Dus gaat er allemaal eten in zitten en dan gaat die camera. Die hij de camera uit de kaart. Maar ik ben een fotograaf. Oh ja, ik zat op de geil op die camera die jij hier hebt staan. Dus welke is dat? Die is best wel oud. Maar die lens, als ik een rode rand zie om een lens. Nee, is 5D Mark 2. Wauw. Dit is zo cute. Ja, maar alsnog. En die heeft dus nu ook een YouTube vlog gemaakt. Echt? Echt staat op YouTube. Nee. Ik hou ook van jouw vlog. Maar ik snap niet wat er leuk is aan mijn vlogs. Gewoon lekker. Oh, ik geniet echt feeling van jou. Good. Jouw vlogs zijn gewoon feeling good. Schat, hier. Wow. Zijn we ready? Ja. We are ready. Oh my god, twins. Ready to go. Ja. Ik ben zo wit naast jullie. Maar in de spiegel valt dat wel mee. Ja, we houden het zwart. Wow, inderdaad. We hebben echt... Heb ik hier nog een lookje, lookje en dan de X. Wat ga je aan doen? Oké, we gaan shoppen. Dit is even een vlog, want we hebben skere batterijen. Oké, so we're gonna take a shot right now. I hate vodka. Maar ik moet wel even iets om daarachter aan. Oh, maar een glas. Ik moet wel iets achter aan hebben. Een chaser heb ik alles in de kast. Ja, ik moet... Nee. Maar we gaan nu shotten en ik denk dat ik over mijn nek ga. Turtle on the Emmy, I know I'm no scrub. Oké, kom. Dan ook met mij. Ik shot, 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 shot. Rijden op mijn cocky. Bella Arino. Ah, stress, schat, dit is geen shot. Wat wij nou, voor... Oké, okay. Cheers. Op vanavond. Oh, wow. Oh. Ik voel mijn hart. Dat stond op camera. Mijn hart? Slay! Slay! We're going to the party! Wow! Woo! Jawel. Wow. Weet je het? Nee. Ja, dat klopt. Maar ik ben die timing queen, you know. Yes, yes, party bus. Party bus. Party bus. Wow. Oh ik mis de trein. Oh. Oké, okay, laatste. De party! Hey. Ik heb een strikje! Oh my god! We gaan even... My god! Oh my god! Jij ook! Party posters! Woe! Jij zit hier! Wat heb jij in de disco bal? Sorry, ik heb mijn bal mee! Ik inspecteer jou even! Hey, wat doe jij nou? Little staat er iemand zit. Ja. Oh, dit is een film. Is mijn ik vlog. Wil voor de vlog. Omdat ik dat zo lekker vind en ik ben een klein kind en ik hou van smint. Jij moet rapper worden. Cecilia op die beat. Uber en we gaan naar Atelier. We gaan ook niet naar Atelier, we gaan naar Sierra toch? Ja. Go white girl. Go white girl. Go white girl. We gaan naar Sierra. Go Taylor Swift. Ik ben de draad helemaal kwijt. En ik heb geen spijt van deze avond. Ik kan niet meer. Oh.
wakker. Die mag op de week nog van boet staan. Ja, zij zegt, is het leuk? Hij zegt eerlijk, vraagteken. Had het drukker verwacht. Ja. Lasje, lekker een aparte boek. Jongens, we hebben een probleem. Mijn telefoon is weg. Ja, ik voel het. Hij ligt aan de oplader. Hij ligt aan de oplader, Cecile. Wow. Jullie lijken op elkaar? Nee. Dit was totaal... Dit was... Wow. Is dat Masha en Masha? Ik ook niet, ik ook niet. Nee, dat is zo ja, dat staat niet vol op weg. Nee. Nou jongens, ze zijn echt boos. Want ze kwamen gewoon niet binnen. Oh, is echt... Ik ga proberen of we nog naar Cici's kunnen. Oh, is dit kots? Oh. Ja, we zijn echt boos. We komen gewoon niet binnen. Oh, merk is open. Dus we gaan nu naar de McDonald's. Naar de McCowder Space. Make space, you know. Maar ik heb gewoon zin in spicy met chicken. Of spicy chicken nuggets. Hebben ze dat hier? Alsjeblieft, wees open, God. God, give me a sign. Ja. Ja, kom maar dan. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, dit gaat mijn leven verbeteren. Oh mijn god, je kan ook gewoon bestellen. Kom je nu zo? Ja. Ja, ze gaat een mukbang doen. Wow. Een mukbang, dat is dat je gaat filmen. Ja, maar het moet even stilstaan. Hij heeft net een date gehad. Nee, echt leuke date. Maar moet je wel even over je date? Ik ben echt benieuwd. Hoe? Oké, okay, dus je zult gewoon online praten. Breeze, kan je breeze? Ja? Ja. Oh, maar dat is toch dat je elkaar dat is eerst leuk, niet... Dat kunt elkaar helemaal niet. Besef hoe lang wij in die McDonald's hebben gezeten. Wow, dat is echt ziek lang, ja. Wij hebben gewoon... Maar jij was ook aan het filmen, zei ik ben al 20 minuten aan het filmen. Ja. Hoe was dat een klein element? Ja, ik dacht, hij gaat nu zeggen 5 minuten. Maar dat is ook goed. We hebben gewoon anderhalf uur zowat in die McDonald's gezeten. Nou, weet je? Fucking... Living my life. Dat was fucking gezellig. En wij gaan lekker slapen. Het was echt een topavondje. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is de day after. Waarom ben ik zo onscherp? Wat gebeurt hier? Oh jongens, we hebben een leuke avond gehad. We hebben zo een leuke avond gehad. Het was echt zo leuk. En we hebben nu een soort lekker paasontbijt gemaakt voor onszelf. Nou, soort. Hallo. Voor samenwerking met Flink. Flink heeft dit gesponsord. Sorry, ja, doe. Dacht je dat het Pasen was? Ja. Dat is volgende week. Oh, dit is ja, zeg maar. Dat weet ik, want mijn moeder die is boos dat ik een Barça ben. Terwijl het Pasen is. Nou, niet eens. Maar we hebben echt gewoon een uur in de McDonald's gezeten en gepraat met een man. Diederik. En nou, het was zo gezellig. Zo'n leuke jongen. Ja. Het was echt. Gewoon. Ja. Niet normaal. We hebben zulke leuke gesprekken gehad. Het was echt grappig. Maar ja, we hebben nu een lekker paasontbijtje van Flink. Show it now. Gebruik Sarah Coda. Ja, Sarah 10 krijgt 10% korting op je Flink bestelling. Nou, wie wil dat nou niet? 10 euro gratis boodschappen. Let's go. Koffie heerly. Maar ja, fucking chill eigenlijk ook gewoon voor als je gewoon met je huisgenoten wil paasontbijten en je wilt gewoon een beetje low-key en je hebt geen zin om de deur uit te gaan. This is your sign. Nou, helemaal cute. Is smakelijk. Hallo allemaal, het is inmiddels 5:30 alweer. De dag gaat zo snel als je hem laat begint. Maar ik heb lekker gesport, upper body. En nu ben ik onderweg naar Stam. Ik heb namelijk een verjaardag van een vriend van hem. Dus ja, helemaal leuk. Lekker ook weer met meiden. Anne, Nina en Bo. Sofie, helemaal gezellig. Dus ik heb hem helemaal ready gemaakt. Ik heb dus gewoon geen kater, omdat ik gisteren gewoon...
heel de McDonald's hadden leeggevrozen. En daarom nuchterde echt uit. En dan heb je echt lekker vette hap. Ik merk gewoon laatst dat het echt een hack is. Om gewoon echt goed te eten als je thuis bent. Dan heb je gewoon geen kater. Het is echt bizar. Nou, in ieder geval minder. In ieder geval voor wat ik gisteren op had. En ik was wel eens wel lekker gezellig. Ja, voel ik me echt top. Dus, lifehack. Het is dus 5:30. We gaan lekker eten ook bij de verjaardag. Super gezellig. Dus helemaal leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik ben zo moe, echt. Oh my god. Hoe laat sliep ik? 2:30? Nee, veel eerder. 2 uur of zo. En ik heb het 11:30 geslapen, maar ik ben gewoon kapot. Mijn ogen vallen gewoon dicht. Maar ik ga nu wel heel gezellig lunchen met Lauren, vriendin hier uit de buurt. We kennen elkaar van de middelbare school. En eens in zoveel tijd gaan we altijd gewoon leuke dingen doen. Uit eten of lunchen of even een rondje lopen. Of gewoon even iets gezelligs. Dus ik ben haar nu aan het ophalen. Gaan we even ergens lunchen. Bij de barista. Nu hebben we zo lekkere koffie, dus ik kan niet wachten om een grote kop cappuccino te bestellen en naar achter te tikken en I need it. Even wakker te worden. Ja. Ik kreeg trouwens echt veel complimenten de laatste tijd over mijn haar. Dat weer meer mijn eigen huidkleur is. Ik heb het eigenlijk gewoon letterlijk uit laten groeien. Ik ben er zelf ook wel blij mee. Toch, brunette is always better. Het is inmiddels alweer de volgende dag. Ik zit in de auto. Het is nu bijna 9:00 AM. Maar ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar de weekvlog. De week is ook alweer afgelopen. Dus vergeet je girl zeker niet te supporten. Geef een duimpje omhoog. Abonneer, like. Volg op TikTok, Instagram. Allemaal Sarah Verhoord. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Give me a...